Ja, we hebben al onze goeders klaar. Je weet natuurlijk dat het moment eraan zit te komen. Weet je, we wisten allemaal dat Simon, zoals hij dat zelf noemt, in geschonken tijd leefde. Het moment dat dan daadwerkelijk, en dat was voor mij 11:45 vannacht, ik het bericht kreeg van het is voorbij. Dat is wel een moment met verdrietige impact. Hoezeer we het ook met elkaar, met z'n allen in Nederland, voetballen in Nederland, zagen aankomen. Maar het blijft een klap. Simon Kistenmaker is een grootheid voor de Graafschap, voor deze hele regio. Ja, ik denk dat er heel veel mensen komen. Heel veel mensen hebben natuurlijk goede herinneringen aan Simon. En vooral dit jaar dat ze kampioen zijn geworden. Ongeslagen kampioen is natuurlijk heel uniek. Ja, hij was een goede trainer geweest. En een ongeslagen kampioen geworden hier. Ja, er zijn wedstrijden geweest die ook wel zie komen. En er zijn ook heel veel mensen die toch over hem praten. Ja, we merken dat de behoefte bij de supporters is groot om ergens hun moment van herdenking aan Simon Kistenmaker plaats te vinden. Nou, de supporters hebben hier ook een prachtige muurschildering van Simon met een met een stevige krachtterm daaronder geschilderd. Het lijkt ons bij uitstek een plek om samen te komen. Dus die plek die zullen we ook openstellen voor supporters in de loop van de dag. En dan hoort hij wel schoon te zijn, want zo hoort het bij Simon te zijn. Het moet strak, stevig, maar netjes. Weet je, Simon Kistenmaker die stond voor passie en voor strijd en voor alles waar de Graafschap voor staat. Maar hij heeft dat er wel ingebracht. En ja, ik denk dat we daar echt eeuwig dankbaar voor moeten zijn. En hij zal voor altijd voortleven in de harten van ons Graafschap.